Dus moet ik nu gewoon vertellen wat... Ik kijk naar de lens, neem ik aan? Ja. Oké. Okay. Die? Nee. Dat heb ik ook al. Oké. Sorry. Hou me eens naast je hoofd nu. Voor de... Het afgelopen jaar hebben we gezien dat duizenden jongeren in Nederland de straat op gingen om hun zorgen uit te spreken over het klimaat. En niet alleen in Nederland was dit het geval. In vele landen over de hele wereld zagen we dat jongeren dit deden. Uiteindelijk is de Fridays for Future, de klimaatstakingen die jongeren samen hebben georganiseerd, de grootste wereldwijde protestbeweging ooit geworden. We zien dus dat er heel veel jongeren zijn die zich zorgen maken over het klimaat en duurzaamheid en die graag willen meespreken over dit thema. Daarom hebben wij als werkgroep VN Jongeren en werkgroep Jong en Duurzaam samen met de VN Jongerenvertegenwoordigers een tour georganiseerd. In 4 dagen reizen we in onze VN Caravan af van Zwolle tot aan Den Haag om in gesprek te gaan met jongeren over duurzaamheid. En ze te vragen hoe zij betrokken zouden willen worden in de duurzaamheidsdiscussie bij de politiek. Op basisscholen, middelbare scholen, universiteiten, hogescholen en internaten luisteren we naar alle geweldige ideeën die jongeren te bieden hebben. En deze input nemen we dan ook vandaag hiermee naar Den Haag. Ik ben ervan overtuigd dat je alle generaties aan het woord zult moeten laten om tot een inclusieve samenwerking te kunnen komen. Ik vind dat er een eigen stembus moet komen voor de jongeren. Nou, ik vind dat er voor kinderen ook een stembus moet komen, omdat ook onze toekomst is. Duurzaamheid hoort bij het streven naar 8 voor de huidige generatie en alle toekomstige generaties. Ik vind dat elektrische vliegtuigen moeten komen, want dan besparen we meer elektriciteit en dan is het beter voor de natuur. Ik vind dat mensen vanaf 10 jaar mee mogen stemmen, want het zijn kinderen en kinderen hebben ook rechten en het ligt in hun toekomst. Waarom proberen rekeningrijden in te voeren als de fietspaden nog niet optimaal worden benut? En ik vind dat iedereen iets elektrisch moet hebben, bijvoorbeeld een zonnepaneel of een elektrische auto. En ik vind dat jongere mensen over het klimaat moeten meebeslissen, omdat als de oudere mensen, hun generatie eigenlijk voorbij is, dat de jongere mensen er nog steeds last van hebben. Wij vonden dat er een eerste en tweede kamer voor kinderen moest zijn, waar kinderen ideeën in konden brengen. Ik wil graag een jongere minister die de jongeren kan vertegenwoordigen. En ik wil kerncentrales in plaats van kolencentrales. Ik vind dat er op meerdere plekken afval gescheiden moet worden. Neem een voorbeeld aan Denemarken, kies voor een jongerenraad. Wij vinden dat huizen duurzamer moeten worden. Als jullie niks tegen het klimaat doen, dan gaan wij er misschien, als we later groot zijn, er zo uitzien met een vergaande wereld en zo. Ja. Dus ga gewoon aan de slag nu. Wij willen dat er meer mensen zonnepanelen gebruiken. Dan heel de school een brief naar de regering kan schrijven met allemaal ideeën wat zij nog willen verbeteren. Ik wil dat elk kind bewust is van zijn omgeving. Dat het beseft dat alles een impact heeft. En dat moet worden geïntegreerd in zijn of haar onderwijs. En dat moet de politiek doen. Dat is hun taak. Dat wil ik.